Ik sta hier in de Eduard Planting Galerie. Zou je je even willen voorstellen? Ik ben Eduard Planting en de eigenaar van de galerie, de gelijknamige galerie. En hoe lang bestaat de galerie? Het is mijn vierde jaar. Wat voor een tentoonstelling is er nu? We hebben nu foto's van Terry O'Neill en die heet met een heel mooi titel 50 Years at the Top. En dat komt omdat Terry al ruim 50 jaar lang aan fotograferen is. En ja, de top van alle celebrities in de wereld eigenlijk heeft vastgelegd. En dit is daar een hele mooie dwarsdoorsnede van. Je hoort wel eens van fotografen dat ze een bepaalde stijl hebben. Wat voor stijl heeft hij? Bij Terry is het eigenlijk wel moeilijk. Dat zie je ook wel als je al die foto's ziet. Dan zie je dat het juist niet in één stijl is. En dat is een hele bewuste keuze van hem. Want hij wil heel graag het object, dus degene die die fotografeert, dat die het belangrijkste is. En hij volgt ze vaak 1, 2, 3 weken in hele verschillende situaties, op filmsets, in hun privéleven. Dan leren ze hem kennen, hij leert hen een beetje kennen. En dan krijg je dus hele relaxte foto's in feite. Dus dat zul je ook heel vaak zien op zijn foto's, dat mensen er heel, heel prettig eigenlijk op staan. Niet te veel geposeerd, af en toe wel, en dan vindt hij dat weer leuk om te doen. Maar hij wil ze eigenlijk vastleggen zoals ze echt zijn. En het is dus niet zo dat hij zichzelf in één keurslijf dwingt van nou, dit is mijn stijl en nu moet je zo zitten, het moet deze kleur zijn, het moet zo zijn. Dat vindt hij saai. En het is allemaal zwart-wit wat ik hier zie. Bijna allemaal. Nou, enkele uitzondering daar gelaten. Ook een bewuste keuze? Deels een bewuste keuze van mij, omdat ik zwart-wit mooi vind en soms mooier vind dan de kleurenversie. Sommige foto's zijn er ook in kleur, maar dan leidt de kleur af. Niet alle foto's zijn overigens in kleur hoor. Sommige zijn ook gewoon echt alleen maar in zwart-wit. En sommige heb ik dus in kleur en in zwart-wit. En ja, dan kan je kiezen of je de kleuren of de zwart-witte mooi vindt. Maar het past wel heel erg bij de stijl van zijn fotograferen van de tijd, jaren 60, 70, om veel in zwart-wit te doen. En ik zeg al, kleur leidt vaak af van datgene wat je ziet. En hou het gewoon lekker bij zwart-wit. Nu heb je die paparazzi-fotograaf. Nu lijkt het me moeilijker om dicht bij de artiest te komen. Hoe heeft hij dat gedaan? Het is gewoon een hele aardige man. Daar begint het mee. Maar hij zegt ook altijd zelf, in zijn tijd was het veel makkelijker om beroemdheden te kunnen fotograferen. Ze lieten je veel sneller toe in hun omgeving. En zeg maar, de echte paparazzi hebben dat volkomen om zeep geholpen. En nu moeten ze met 7 bodyguards om zich heen over straat lopen. En als jij een foto wil nemen, krijg je een klap op je bek, bij wijze van spreken. En hij heeft er nooit last van gehad. Juist ook omdat hij ze wat langer over het algemeen volgde, zoals ik al zei. Dus soms is hij 1, 2, 3 weken met ze bezig. En dan wordt hij ook helemaal niet gezien als een inbreuk op hun privacy, maar een deel van hun leven. Ook al duurt het maar 1 of 2 weken. En hij probeert zich wel weg te cijferen naar de achtergrond. Dus hij neemt foto's op het moment dat ze het eigenlijk niet eens in de gaten hebben. Dat is zeg maar een mogelijkheid die je nu vaak helemaal niet meer krijgt. En dat is zijn geluk geweest, dat zegt hij zelf ook. En als ik kijk naar die foto met die duif met Audrey Hepburn, speelt het toeval eigenlijk ook niet een beetje een rol? Absoluut, heel heel duidelijk. Hij was haar aan het fotograferen en op een gegeven moment komt die duif er aan, die landt op haar schouder, zit daar 2, 3 seconden. En zij is dan zo professioneel dat ze denkt, oh, er zit een duif op mijn schouder, ik doe mijn ogen dicht en er gebeurt helemaal niks. Hij fotografeert dat en die duif vliegt weer weg. En ja. dat is puur geluk. En de foto is ook gelukt en is dan ook een van zijn iconen meteen geworden. Ja. Als je dat had willen dresseren, was het waarschijnlijk helemaal niet eens zo gelukt. Maar dat is ook weer het leuke van zijn kunst af en toe. Ja. En we staan nu bij een foto van Marlene Dietrich. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dus de allerlaatste optreden van Marlene Dietrich in Londen in 1975. Hij heeft het genoemd de Final Curtain. Dus dit is echt haar allerlaatste open doekje, zeg maar. Dus ze neemt afscheid van haar publiek. En ze is daarna door nooit meer iemand gezien. Hè? Ze heeft zich teruggetrokken in een flat in Parijs. En volledig uit het openbare leven heeft ze zich getrokken. Dus hij vond het wel bijzonder om daar te zijn. Hij heeft dat vanaf het balkon gefotografeerd. Ze wist ook eigenlijk helemaal niet dat hij er was. Maar achteraf vond ze die foto zo mooi dat ze me ook een brief heeft gestuurd. Dat ze graag een afdruk van die foto wilde hebben. En dat heeft hij nog gedaan ook. Gek, hè? Ja.
Als ik naar de foto's kijk, lijkt het me een rustige man. Is dat ook zo? In het fotograferen, want je hoort wel eens dat fotografen tegen hun modellen, sommigen gaan ontzettend tekeer om een reactie teweeg te brengen. Doet hij dat niet? Nee, absoluut niet. Ik zeg, het is een hele aardige man. Ja. Hij weet wel heel goed wat hij wil, want hij kan natuurlijk heel goed fotograferen, dat is wel duidelijk. Maar ik zeg al, hij vindt zijn object heel erg belangrijk. Dus hij zal ze nooit op stang jagen of gekke dingen laten doen. Hij zal ze ook niet in vreemde poses zetten van ga eens op de grond liggen en doe eens iets vreemds. Ga op je kop staan, dat is absoluut de man niet naar. Hij wil ze vastleggen zoals ze zijn. En dat vindt een ster natuurlijk ook wel prettig, dat ze geen gekke dingen hoeft te doen, maar dat ze zichzelf kunnen zijn. En natuurlijk zet hij wel eens iets in scène. Hè? Dat doet hij bij David Bowie. Dat is dan ook voor een platenhoes. Dat heeft hij bij Faye Dunaway gedaan. Maar toen wilde hij dat ook heel bewust doen. Maar voor de rest wat je ziet is vastleggen wat er op dat moment gebeurt. En op een hele vriendelijke, rustige manier. En omdat hij ze dus inderdaad langere tijd mocht volgen, hoeft hij ook niet zo te pushen van doe dit, doe dat. Nou, dat is nergens voor nodig. Ik zie dan een foto van de Beatles. Was de eerste foto die werd gepubliceerd van de Beatles. Ja. Hij was dus ook ontzettend op de hoogte van wat gaan de trends worden en zo. Het is natuurlijk ook een beetje geluk, hè? Dat geeft hij zelf ook aan. Maar hij is eigenlijk een jazzdrummer van zijn beroep, zal ik maar zeggen. En toen hij begin 20 was, was hij jazzdrummer. Dus hij zat heel erg in die fotografie scene. En wist al een beetje wat er aan de hand was met de muziek. Hij was iets meer van de Rolling Stones dan met de Beatles. En hij werd gevraagd op zijn 22e om een foto te maken van de Beatles. En hij had geen idee hoe hij dat moest doen. En hij had er ook geen voorbeelden van, want er waren eigenlijk geen popgroepen of iets dergelijks. Dus hij heeft me wat geprobeerd. En hij zei zelf ook van, ik zou die foto nu nooit meer zo maken, want hij is hartstikke houterig en ze staan er een beetje gek op. Maar ja, ik wist ook niet beter. Maar het is wel een van zijn iconen geworden en eigenlijk ook voor de Beatles, omdat ja, ze waren er eigenlijk maar net. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En hij heeft ze daardoor wel goed leren kennen, heel vaak gefotografeerd. En zolang ze nog leven, ziet hij ze zelfs af en toe nog. En dat geldt ook voor de Rolling Stones bijvoorbeeld. En hoe ben je in contact gekomen met Terry O'Neill? Het is gegaan via zijn assistenten, die zocht een galerie in Amsterdam. En daar heeft een Nederlandse vader en die zei van, je moet eens bij Eduard Planting langs gaan, want dat is een goede galerie. Dat past helemaal bij jullie. En toen is ze langskomen en toen dacht ik ook van, goh, Terry, leeft hij nog? En ja, dat deed hij dus inderdaad nog. Natuurlijk, en dat vind ik prachtig om zijn foto's te kunnen laten zien. Dat is natuurlijk, gebeurt niet zo vaak dat zo'n icoon van een fotograaf bij je voor de deur staat. En die laat je natuurlijk graag binnen.